Weer een perfecte brug gemaakt, hè, want we gaan het hebben over Fiber. Proximus. Het is momenteel een gigawerf die Proximus uitrolt over het land. Ja. En ik zeg ook bewust werf, want het wordt nog te vaak beschouwd als een last. En niet als het toekomstproject wat Proximus eigenlijk graag zou hebben dat men ziet. Ja. Want het is ook een feit, hè, koper gaat weg, dat is gedaan. Glasvezel in de plaats. En dan... allerlei nieuwe toepassingen. We hebben elkaar ook in maart gezien in Brugge. En we hebben het ook gehad over de maatschappelijke rol van telecom. Door corona is dat nog eens in de verf gezet. Wel, chapeau. Hè. De telecomsystemen zijn, of dus de communicatiemogelijkheden zijn zo performant geworden dat we die coronacrisis hebben kunnen doorstaan met wat we hebben. Telefonie, maar ook dus veel IT-oplossingen enzovoort. De Zoom enzovoort. Ik heb erover gesproken. Maar er is een gigantische ontwikkeling algemeen in alle technologie. Maar je hebt langs de ene kant de 5G die eraan komt. Hè, en dat zijn dus de nieuwe masten. Dat is voor het mobiele. Hè, maar tegelijkertijd heb je het vaste netwerk dat van ons koper was bij onze vrienden, concurrenten, Telenet, is dat de coax. Onze koperdraad die gaat naar zijn eind. Hè, die is ongelooflijk opgewaardeerd. Dat was de draad voor de vaste telefoon. Die is opgewaardeerd tot de nieuwste technologische performante toestanden, met televisie inbegrepen, allemaal via die koperdraad. Maar nu loopt dat toch op zijn eind. En dus wij moeten die vervangen. Wij willen die vervangen. Omdat ondertussen natuurlijk met de fiber, met de glasvezel, een kabel beschikbaar is die onnoemelijk veel meer mogelijkheden biedt. Veel meer, tientallen keer meer op den duur dan ook zelf de coax. He? Dus er moet daarin geïnvesteerd worden. Het is onze opdracht maatschappelijk om alle Belgen binnen een redelijke termijn te voorzien van glasvezel, zodanig dat al die nieuwe toepassingen, gecombineerd met 5G onder andere ook, dat die beschikbaar zouden zijn in het huis van iedereen. He? Want nu ligt die al overal in grote... De ruggengraat ligt er overal, maar nu moet die geconnecteerd worden, de last mile, he? Dus de verbinding naar iedere huis. Daar zijn we nu volop bezig, ook hier in Kortrijk, Warenhem, Haarbeek enzovoort. Dus een hele reeks werven zijn opgestart. En dat is meer dan alleen maar het voetpad openleggen. Ja, dat is, maar wat men misschien nog niet of onvoldoende beseft, en ook syndici, die zien dat nu als een document dat op hun bureau komt waar ze moeten aan meewerken. Maar koper gaat er dus uit. Ja. Glasvezel komt erin. Op dit ogenblik zegt u, wij moeten daarin investeren. Jullie investeren daarin. We investeren er zeer dus veel. Tot in het gebouw wordt er geïnvesteerd. Ja, ja. Nu nog, maar als we die dossiers laten liggen, krijgen we straks misschien een andere situatie. Het gaat dan niet over de connectie van de woningen, hè, maar van het gebouw, binnenkomen in het gebouw. Hè. Ja, ja. Wel, er zijn natuurlijk... wij zijn bezig overal... in de straten zijn we bezig op de hevel of op de ondergronds om de glasvezel beschikbaar te maken. Dan heb je natuurlijk de volgende stap, is de stap naar binnen het gebouw. En de derde stap is dan eigenlijk het connecteren van die binnenverbinding voor elke individuele klant. Maar dus tot in het gebouw is het gratis? Investering van jullie. Gratis. Maar dat zal niet blijven gratis. Men moet daar nu wel op... ik zou zeggen, het is geen oproep van mij, zelfs geen oproep van Proximus, het merk. Het is een oproep om een nieuw netwerk te installeren. Wat sommige slimme mensen noemen dat een no-brainer. Met andere woorden, eigenlijk moet je er niet meer over nadenken, niet meer over discussiëren. Er is geen andere keuze mogelijk. Niet dat ik dat nu wil forceren. Ook open voor andere operatoren trouwens. Het is nu gratis. Ja. Finaal zal iedereen op fiber zijn. Ook Telenet zal op een bepaald ogenblik... Zij kunnen met hun coax nog een beetje langer door, maar zij kunnen dat ook niet zo lang meer. Nog een paar jaar kunnen zij... Maar iedereen zal op een bepaald ogenblik op de fiber zitten. En de fiber die zal niet alleen de telefonie, niet alleen de televisie zoals die vandaag bestaat bezorgen, maar dat wordt dus ook de basis van het hele slimme gebouw, van het slimme huis, de slimme huiskamer. Waarbij dat je alle discussies over energie, maar wat je ook de verbinding met de dokter, de verbinding met het stadhuis, de verbinding met de wereld, de gamende kinderen die tegelijkertijd bezig zijn met de vader-architect die zijn plannen moet doorsturen en de alle mogelijke applicaties met alle mogelijke toestellen in hetzelfde huis. Dit vraagt zoveel capaciteit, zoveel snelheid, dat vraagt zoveel
ja, mogelijkheden dat alleen de glasvezel dat kan. En dus een huis zonder glasvezel zal in de toekomst niet, niks... Allee, bedoel, ja. Het zal moeten. Ja. En dat is nu een overgang, wat een miljard, twee per jaar investeert Proximus in infrastructuur. Er zijn nog andere, er worden dus miljarden nu geïnvesteerd om tegen 26, 27, 28, heel het land... Te... En dat is, wat u bedoelde dan, de rol van de syndicus op dat ogenblik, wordt zeer belangrijk. Ja. Want dat is niet alleen die administratie en die data, of die informatie die moet gegeven worden voor die connectie, maar die datasnelwegen, die passeren nu. Ja. En eigenlijk is de syndicus nu een beetje de soort van ja, hoe zeg je, die houdt de barrier, hè? Ja, ja. Open of dicht. Ja. Maar we moeten daar... Oké, de syndicus heeft de sleutel. Hè? Ja. De syndicus is degene die het ook vlot kan laten verlopen. Ja. En die, dat is telecommunicatie, wordt ook expliciet, dacht ik, in de wet voorzien als een van de... Dat is een basisbehoefte. Ja. Ik bedoel, dat is hetzelfde als gas, elektriciteit of om te... Dus dat is een basisbehoefte. Telecommunicatie moet voorzien zijn voor iedereen. Ja. En ja, dus wij stellen dan nu voor, als we passeren om te zeggen, alsjeblieft, laat ons toe dat we dat meteen binnenbrengen en zo mogelijk naar al de appartementen binnen verbinden meteen, maar ook een individuele, ook een mede-eigenaar die op het 16e woont, of ga ik zeggen, en die Proximus-klant is, heeft het recht om te zeggen, ja, maar ik wil dat dat binnen hebben. Nee, het is dus niet alleen en bloc. Dus het komt er sowieso aan. En ik denk dat de syndicus er alle belang bij heeft om zo rap als mogelijk de moederoplossing te bieden, binnenbrengen en dan beschikbaar te houden voor iedereen. En ik wil nog even zeggen, het netwerk dat wij zo uitbouwen, de fiber dat zo in alle huizen had, zeker in de nieuwe, overal in de greenfields enzovoort, maar ook in de bestaande appartementen, zo rap als mogelijk alsjeblieft breng het binnen. Omdat het, ja, het is, ja, ik zou zeggen, er is een open karakter ook aangegeven. Met andere woorden, die fiber is daar en alle derden mogen daar en kunnen daar gebruik van maken. En ik voorspel u dat ook alle andere maatschappijen, ook de telenets en de anderen, zullen op een bepaald ogenblik van diezelfde fiber gebruik maken. Dus beter nu zo rap mogelijk de investering, dat vergroot de vrijheid in de toekomst voor alle bewoners. Maar we kwamen op dat ogenblik met die fiber bij de syndicie binnen en dan hebben jullie snel geschakeld. Jullie hebben eigenlijk de structuur of de dienstverlening van Proximus zelf aangepast, nieuwe mensen erop gezet, nieuw team erop gezet, omdat u ook wist of voelde, ja, we hebben die syndicus misschien... Wel, wij hebben te weinig aandacht gegeven in het begin. Klopt. Wij hebben eigenlijk eerst meer gekeken ook naar de greenfields, naar de nieuwe gebouwen. Met de promotoren, dus de immobiliënwereld, overtuigd van als je het bouwt, alsjeblieft, ja, stik je een fiber er onmiddellijk in. Dat is de evidentie zelf. Hè. Maar natuurlijk, er zijn nog veel meer bestaande gebouwen. En daar heb je dus de syndicus die dan met zijn mensen moet omgaan. En dus uiteraard hebben we daar misschien iets te laat aandacht. Maar nu willen we daar dubbel op investeren. We hebben teams die nationaal, maar we hebben teams lokaal, die dus eigenlijk beschikbaar zijn om dat gratis te brengen. En degene die dan ook gratis, hebben dan ook de mede-eigenaars, hebben dan ook een deel gratis eerste gebruikmogelijkheid enzovoort. Dus er is een heel pakket dat aangeboden wordt om iedereen mee te nemen. Dat is misschien een goed voorbeeld dat u misschien kan meenemen. Ik weet niet of u nog veel politieke contacten heeft, hè? Nou, maar u heeft het zelf gezegd. Ja. Hè? Er komt de energietransitie, daar komt de vraag naar iemand. Mobiliteit, laadpalen, al de vragen komen op de syndicus af, terwijl eigenlijk de syndicus daar geen boodschap aan heeft, als ik het cru mag zeggen. Ja, maar geen boodschap aan heeft, maar dus hij is belangrijker dan dat we vermoeden. Hè. Ja. En hij moet meer gerespecteerd worden. Waarom? Omdat hij de tussenpersoon is voor zeer veel complexe toestanden, waar de burger, de mede-eigenaar, niet altijd weg mee kan. Ja. En dat is voor telecom is dat zeker zo. En dus de syndicus moet overtuigd zijn dat dat goed is voor iedereen en voor al de eigenaars en alle gebruikers. Maar dat is voor de energie hetzelfde. Hè. Als straks de vraag komt om te zeggen, ja, maar goed, in de garage moeten er overal snelladers komen enzovoort. Ja, daar gaat de syndicus zal wel ook weer moeten. Ja, dat is een nieuwe opdracht. Hè. Alleen je voelt dat ze wel aankomen. Maar er gaan voortdurend nieuwe opdrachten komen. Want alle mogelijke diensten zullen naar slimme gebouwen, hè, dus de metering voor gas, elektriciteit, de interne, dus er komen tal van nieuwe diensten op de mede-eigenaars af, die moeten gemanaged worden door een... En daar kan de syndicus eigenlijk een bondgenoot vinden in u, want
als we spreken van het probleem van de arbeidsmarkt, ja, dan zouden we kunnen zeggen, ja, moeten we mensen vinden voor taken die we eigenlijk kunnen automatiseren, die we kunnen digitaliseren? Ja, wel, ja, dus het vraagt Hard bijzondere buildings. Opleiding, het vraagt meer mogelijkheden, het vraagt misschien betere verloning, het vraagt een ander statuut eigenlijk. De syndicus zou moeten opgewaardeerd worden als een sleutelspeler in de gezondheid, als eigenlijk een beetje een ik weet niet, is dat nu... Het is nog geen nieuwjaar. Maar toch een soort centrale speler in het uitoefenen van eigendomsrechten in mede-eigendom. Het is bijna allemaal mede-eigendom aan het worden nu. Dus ik denk dat dat dringend moet opgepompt worden. Ja. En dat hij dus beter het is nog geen nieuwjaar, maar met deze nieuwjaarswens moeten we stilaan afronden. Ah. Ik zou u vragen, mogen we daar nog eens... terug mee komen bij u? Want, ja, absoluut. Ja, mede-eigendom, ik zeg, ik ben er niet rechtstreeks mee gemoeid, maar ik heb de wetgeving ook, als ik minister van Justitie was, heb ik het ook voor een eerste keer opgewaardeerd. Het is nu door Koen Heens opnieuw gedaan, dus het zal nog voorwerpen zijn van aanpassing. Ik vraag professionalisering van het syndicus, van de functie, en stevige vergoeding, stevig statuut, maar ook met verplichting dan, om met de nieuwe technologieën en met de nieuwe uitdagingen, energie, elektriciteit, maar ook telecom, om daar te kunnen mee omgaan. Dat moet dan ook de level zijn waar zij moeten naar ambiëren. Voilà.